Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Het is 10 voor 11. En ik ga straks naar het Odeon toe. Want ik heb daar een einduitvoering van dansen. Dus ik ga 2 dansen doen. 1 dans doen we gewoon een mix en 1 dans doen we een moderne dans. En hier zit al een bikershort onder. Deze blauwe, dat is een bikershort. Dat is voor modern. En ik moet ook mijn haar invlechten, maar dat kan ik niet zelf. Dus dat gaat Aloe bij mij doen als ik daar kom. En ik moet daar over een half uurtje zijn. Ik zal proberen te filmen. Misschien lukt het ook niet omdat het een beetje te druk is. Want het is altijd natuurlijk heel erg chaos. Omdat je moet altijd op het podium staan. En je moet nog generalen doen. We zullen zien of daar tijd voor is om te filmen. En voorbij deze bikershort heb je deze body. Het lijkt op een romper, maar het is gewoon een body. Deze hierboven. En sommige mensen hebben ook omgekeerd. Dus die hebben een zwart broekje en een blauwe top. Ik zie jullie straks als ik daar ben. Of als ik daarheen fiets. Ik weet niet. Ik zie jullie in ieder geval snel. Tot zo. En wens me succes. Hey allemaal. Wij zitten nu lekker hier. In de make-up kamer. Helemaal niks. Daar is dus een aparte kamer voor. En wij hebben onze moderne pakjes hier onderaan. We hebben net onze eerste hiphopdans gehad. Hoe ging het bij jou? Ja, goed. Ja? Dat was show 1. En ja. Dus ik moest er een beetje vroeg zijn. Maar ging goed. Ja. Leuk. Ik was show 2 en de generale ging echt verschrikkelijk, maar het optreden ging, nou ja, jij hebt het gezien. Heel goed. Ja, vond je het goed? Ja. Dat is heel erg fijn. En wij hebben in show 4, dat is pas om 7:30 begint hij bij Modern. Het is nu pas 4 uur, dus we moeten nog 3,5 uur wachten en dan hebben wij onze 4e show. Ja. En wij zitten nu lekker aan het eten, we hebben even wat eten gehaald bij de Spar. Er was hier dus ook een fotobooth, ja. Dat is zeg maar zo van, dan kan je van die foto's laten uitprinten. Die zaten dus met z'n 4en. Ja. Hebben allemaal van die leuke props gedaan. Deze nog met z'n allen. Met z'n allen. En die keeper komt bij ons. Gangster. Het was heel schattig. Er waren allemaal meisjes die vroegen of ze met op de foto waren. Dus ik heb de hele show ongeveer. Ja, wel echt veel. Ja, het waren er echt heel veel. Maar echt heel schattig. En dus ben ik even met degene die het wilde op de foto geweest. En nu zijn we lekker hier aan het chillen. Dus hartstikke leuk. Hi. Wij gaan nu lekker ons haar doen voor Modern. Dit is mijn haar. Ik lijk op een man. Zo niet waar, maar nu word ik een man. Nu gaat Pien haar doen. Het is echt heel lelijk. Vandaag is het zondag en ik heb vandaag echt vrij weinig gedaan. Ik zit nu op de kamer van mijn broer. Dit is een iets lichtere kamer dan die van mij. Dat vind ik fijn. Ik dacht, ik ga even lekker gitaar spelen en zo. Ja, Hugo, ik ga jouw gitaar stelen. Dus als je het ziet, I'm so sorry. Deze heb ik als allereerste gitaarliedje geleerd. Wacht. Dat was het ongeveer. Kijk eens wie erbij is komen liggen. Oeh. Nee, dit is niet Oetje, dit is Trinity. Nou ja, hij is niet Trinity, maar zo heeft het ook dus genoemd. Hij heeft trouwens een hele zielige knik in zijn staart. En zijn staart stond altijd helemaal omhoog. Er zit een hele rare knik in. Dus misschien is hij gekneusd of al gebroken. Allee, is zielig. Ik ga hem niet storen in zijn slaap. Hey! Ik zit weer... Oh, mijn schermpje gaat verkeerd. Ik zit weer in de auto, zoals jullie kunnen zien. Ik ben weer onderweg naar Amsterdam. Ik ben eerst de hele dag op school geweest. En nu, toen zijn we dus eigenlijk gewoon gelijk doorgegaan. Ik ga weer ADR inspreken. Dus dat zijn de dingen voor als je de vorige vlog niet hebt gezien. Daar heb ik het ook al uitgelegd. Maar ik dacht, ik vertel het nog even. Dat zijn de dingen in de allergrootste slijmfilm die niet goed verstaanbaar zijn. Dat er veel achtergrondgeluid was, want dat hebben we natuurlijk in de dierentuin opgenomen. Dus het kan wel met al de dieren die er zijn. Ga ik straks weer lekker inspreken. Hey, hallo, ik ben nu in Amsterdam. Weer op dezelfde plek als vorige week, als je dat hebt gezien. Hier gaan we straks de audio opnemen. Hier kijk ik dan naar en dit zijn dan de tekstjes die ik moet zeggen. En dan gaan ze het met het beeld zo gelijk maken. Dus dan lijkt het op het in de film al heb gezegd. Dus ik ga daar nu staan en dan gaan we beginnen met opnemen. Gaan we nu gelijk naar de slijmbron? Gaan we nu gelijk naar de slijmbron? Gaan we nu gelijk naar de slijmbron? Waar moeten ze zijn? De kaart zouden we er nu moeten zijn. Hallo, ik sta hier met Martijn. Hi. En wij zijn klaar met opnemen. En hoe ging het? Het ging erg goed. Het is, Bibi had zich een paar keer versproken, maar toen ik eindelijk zei, nu moet het nog een keer, toen deed ze het goed. Nou, en ben je tevreden? Ja, ontzettend. Ja, dat is fijn. Ja, daar ja, gingen we voor. Maar ben jij tevreden? Ik ben hartstikke tevreden. Het ging hartstikke goed. Nou. We zijn helemaal klaar met inspreken, toch? Ja.
Ja, 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 ja. Jij kan naar huis. Ik kan naar huis. Ja. Nou, jullie moeten hier even door. Wij gaan nog even verder. Succes. Dankjewel. Hallo, ik zit nu in de auto. Het is vandaag woensdag. We gaan nu op weg naar Amsterdam, naar Café de Tulp. Want daar hebben we de persdag van de Allergroot Slijmfilm. De persdag houdt zeg maar in dat er komen dus, nou ja, pers. Dat zijn mensen die schrijven voor stukjes voor tijdschriften zoals Meiden en Tina. Nou ja, dan doe je dus interviews. En er komen ook mensen van televisie zoals Shownieuws en RTL Boulevard en zo. Ik weet niet of die er nu ook zijn, maar ja, meestal wel. En die ga je dan vragen stellen. En dan gaat het dan meestal over de film. Nou ja, meestal. Het gaat dan over de film, over de Allergroot Slijmfilm. Van is het leuk film? Nou ja, vind ik altijd heel erg leuk om te doen. En dan gaan we nog socials opnemen. Dus dat is voor bijvoorbeeld het Instagram-account van de Allergroot Slijmfilm. Gaan we dan video's opnemen om een beetje de film te promoten. Dat is hartstikke gezellig. En voordat de persdag begint, heb ik daar nog ook in Café de Tulp, heb ik nog eerst een hele bijzondere ontmoeting met Jaylin. Dat is gegaan via Stichting Dream for Kids. Ze heeft een hele moeilijke periode gehad. Dus vandaar dat ik haar even ga ontmoeten, want dat wilde ze heel graag. Dus daar heb ik ook hartstikke veel zin in. Dus het wordt een hele leuke dag. Hey, hallo. Wij zijn nu aangekomen bij Café de Tulp in Amsterdam. Kijk, het waait heel erg hard en het is heel koud, dus we gaan snel naar binnen. Grootste Slijmfilm. Zeker. Zijn jullie er klaar voor? Dan gaan we nu beginnen met aftellen. Dus ik zeg 3, 2, 1. Tada! Tada! Nou, hij is wel vet geworden hoor. Ik vind hem cool. Laat even weten wat jullie ervan vinden, toch? Yes. Zeker doen. Zijn we wel benieuwd naar. Jij bent lekker de rest, wij zeggen alleen maar hoi. Ja, hoi. En jij gaat er dat hele verhaal. Oh ja, leuk. Zeg maar hoi, heb jullie er zijn voor een schat gecheckt? Ja, want we hebben namelijk iets heel gaafs voor Beltlands. Want. Heel veel plezier. Nee, dat is heel naar. En ga naar. Ja. Wie telt het vanaf? 3, 2, 1. Hebben jullie al de Allergrootste Slijmfilm in de bioscoop gezien? Ja, want we hebben namelijk iets heel gaafs in Wildlands. Ja, een deel van de film is daar namelijk opgenomen. En je kan daar een kijkje nemen naar alle plekken waar we hebben gefilmd. Veel plezier. Zeker. Groot bij jou, dus ik zal wel een beetje zo hangen. Show, ja. Hallo, ik ben hier met... Mathieu. Ja joh, Let's go. Wij hebben het allemaal content gemaakt voor de grootste slijmfilm. Ja. De allergrootste slijmfilm en natuurlijk. En wat was het gezellig. Wat was het gezellig. Wij moeten straks weer opstouten hier. We hebben allemaal filmpjes gemaakt en als je dat wil zien, hou vooral even de account in de gaten. Het was in ieder geval superleuk en leuke dag gehad, toch? Zeker, en ja, ik vond het wel. Ik vond het ook wel. Ik vond het ook. Ik ga naar huis. Doei. Doei. Hallo, met wie ben ik hier? Hey, ik ben Quinn. En ik ben Aaron. Ja, dat heb ik goed gezien. Ik wil even kijken wie het doorgaat. Wij zijn dus net klaar met het opnemen van alle content vandaag. Wat vonden jullie ervan? Ik vond het echt superleuk. Ja. Ja, ik vond het oprecht wel een gezellige dag. We hebben alle content opgenomen. Dus. Ja, het staat ook allemaal goed op. Helemaal geslaagd. We hebben nog TikToks gemaakt. Die komen binnenkort op helemaal kanaal van Slijm. Precies, dus houd het in de gaten. Ja. Hartstikke leuk. Ik ben hier met... Stefania. Ja joh. En lekker taartje gegeten door. Ja, dat was lekker. Oh, jij hebt geen taart. Ik had geen taart, maar jij jammer, wel. spijtig. Wij gaan nu nog even een video maken volgens mij in TikTok. En dan zijn we alweer klaar. Want deze locatie is vuur tot 4:30. Ja. Of... Half zes? Ik weet niet. Half vijf. Ja, dan moeten wij. Maar dan moeten we echt opstarten. Dus we moeten over 10 minuten moeten wij weg. Oh, sorry. Ik praat er weer helemaal doorheen. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag. Hemelvaartsdag. En ik ga zo naar de stad met Lin. Want Nora die was een tijdje geleden jarig. En we gaan vandaag naar haar feestje toe. Gisteren heeft Lin wel al een cadeautje gehaald. Alleen we willen nog wat extra spulletjes erbij kopen. Dus vandaag gaan we nog even in de stad kijken of er wat winkels open zijn. En dan gaan wij om 5 uur gaan we naar Nora toe. En we gaan bij Lin thuis klaarmaken voor het feestje. Hey schatten, ik ben nu bij Lin en ik heb mijn jurkje al aan. Wij gaan naar... Nora's verjaardag. Woe! En het thema is dus rood-zwart. En dit was mijn jurkje. Ik denk het. En Lin gaat even laten zien. En nu gaan we even Lin haar krullen met mijn krultang. Lin, haar krullen zijn klaar, maar het is wat heftiger dan verwacht. Maar ik heb het nog niet gezien. Nee, maar Lin mag het nog niet zien. We gaan het eerst fixen en dan mag ze het zien. En dan laat ik haar deze video zien hoe het was. Dus dit is de before en gaan we nu even fixen. Kijk, dit is beter. Je hoofd er wel op. Ja, nou, we gaan even de reveal doen.
Nou jongens, die final looks. Ik heb mijn haar in 4 plukken gekruld, dus het is iets... Nee, oké, het is echt mijn haar is in 500 plukken. Ja. En ik doe even mijn jasje aan, zodat het niet heel koud op de fiets, want wij gaan nu... Oh ja, en ik heb nog deze oorbellen ingedaan. Oh ja, en ik heb ook nog mijn oorbellen ingedaan, terwijl ze... Zou ik dit aan doen of een leren? Ja, maar ik heb alleen die witte. We zijn een beetje te laat. We lopen niet op schema. We moeten er over 35 minuten zijn. Maar we moeten nog fietsen. In deze jurkjes. Dus allemaal het medelijden met ons. Ik heb een broekje aan eronder. Ja, ik niet. Ik ben weer thuis. En het is mijn verjaardag. Jongens, het is mijn verjaardag. Want het is over 12 uur geweest. 1:30, 27 mei. En that's my birthday. En kijk, toen ik binnenkwam. Ik zal even een hele mooie tour geven. Toen ik binnenkwam, zag ik dus dit. Allemaal bloemetjes en slingers en ballonnen en nog meer slingers. En feitelijk gezien ben ik nog niet helemaal jarig, want ik ben 3:45 s'nachts geboren. Maar, weet je, het is wel mijn verjaardag. En nu ga ik naar bed. Love. Dankjewel papa en mama. Goedemorgen, Oh, middag. Goedemiddag allemaal. Ik ben dus vandaag jarig. Vandaag ben ik officieel jarig, want ja, gisteren 12 uur ook wel, maar... Weet je, nu ben ik echt jarig. Nou, ik ben lekker verwend net. Oké, first of all. Deze oorbellen. Kijk, deze is echt. Hier zit een gaatje. Alleen ik heb geen tweede en derde gaatje. Dus deze zijn clip oorbellen. En ze zijn super cute. Kijk, deze zijn hartjes. Dit zijn van die cute pareltjes. En aan de andere kant heb ik 1. Dit is oranje en van die... Hoe heet dat? Zoetwaterparels? I know. En dan... Heb ik dit luchtje. Ik zal hem even eruit halen. Ik heb hem al opgedaan. En hij ruikt lekker. Kijk hoe fancy hij er ook uitziet. En het ruikt echt heel lekker. Lekker frissig. En dan heb ik deze gua sha. Kijk, dat is dus zo'n steen. En dan kan je, zeg maar zo. Maar dan moet je wel een olie op je huid doen of iets vettigs. En dan doe je zeg maar zo. En dan gaat dat, als je dat dan consistent en lang doet en goed doet, dan gaat het... Dan gaat het zo zoep, dan krijg je zo'n facelift, als het goed is. Weet je, zou ik gewoon om de maand een foto maken dat ik dit doe? En dan kan ik zo progress zien, of om de week, I don't know. En morgen, tenminste volgens mij stond dat op de kaart. Ik kreeg nog een brief en er staat op, lieve Bibi. Morgen ontvang jij je hoofdcadeau, namelijk onderstaand Adidas trainingspak. Dus nog even geduld, liefst papa en mama. En dat is dus dit pak. En ten eerste is dat super handig voor dansen. Ten tweede, als ik toetsweek heb, dan kom ik gewoon een hele week in dat ding op. Op komende dagen. En ik vind het gewoon hartstikke leuk eruit met zo'n topje eronder of zo. Die komt dus waarschijnlijk morgen binnen. En ik ben helemaal verwend. Ik ben helemaal blij. En ik ben helemaal. Ik ben helemaal gelukkig. Vanmiddag om 3 uur komen Mies en Pien. En dan komen om 5 tot 7 komen mijn opa's en oma's. Ja, hartstikke gezellig allemaal. En jongens. Vriendin, doe rustig. Ik voel me helemaal jarig. Ik voel me helemaal queen. Gefeliciteerd, doei! Oh, gracias! Look, first of all, look at this, how cute it is. Kijk, dit kan ik zo op mijn kamer neerzetten. Vet schattig. Deze Kleurtje Chocolony. En dit boekje. Het is een notitieboekje. En kijk. Kijk hoe leuk. Dus ik ben hartstikke gelukkig. Ja. En dat van Michelle. Dankjewel, Michelle. Op je gezondheid. Hoe smaakt het allemaal? Oh, Pien is ook al aan het eten. Pien! Hoe is het? Hey! Hoe smaakt je eten? Ja, lekker. Wat goed, meid. Wij gaan nu lekker wachten op onze hamburger. Hey! Hè? Dan niet? Ik heb een nieuw topje aan van opa en oma. Oh, ja. Hoi. En ik heb mijn bril gezet. Weet je, je mag dus iets gratis halen bij de Mac als je jarig bent. En ik ben jarig. De Mac-app. Dus ik ga wat gratis halen bij de Mac. Hey girls. Ja, stom. Zijn we de kleinste? Ja, ik heb hoge laarsjes aan, dus eigenlijk ben ik de kleinste. Wij zijn lekker aan het lopen. Zo, hè? Michelle. Ja, dit gaat toch niet bij deze mensen? Michelle en haar zit niet goed, ze is heel niet op beeld. Kijk, dit is Michelle. Nou, nee, gewoon hieronder. Zo, aan de kom. Ja, aan de kom vast. Nee! 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 Nee!
Wim, dit is officieel jouw tante Spa. Ja! Wij gaan lekker op dit vlotje. Oh, maar we moeten even. Maar de touw zit helemaal nat. Oké, zullen we erop springen? Of wat gaan we doen? Ja, we moeten sowieso aan het touw trekken. We moeten sowieso aan het touw trekken. Oh ja. Nou, Lupien. Ja. Jee, oké, nu moeten we gaan trekken. Bijna bij de overkant, jongens. Ja, bijna. Hij is de achtste. Nee, Michel! Michel, niet kibbelen! We zijn veel bij het water. Ik sta dus maar hier. Nee, ik ben jarig. Nee, ga weer. Ik wiegel wel mee. Want ik ben... Oké, ik spring er nu mee. Nee, ik ga ik ben er. We zijn niet in het water gevallen. Vorige keer ben ik wel in het water gevallen. Hey, ik ben nog steeds met Tina Mies. Het is ook weer het einde van de week, want het is vrijdag. My birthday! Woehoe. Dus ik wil jullie hartstikke bedankt voor het kijken. En wat zeggen we dan? De volgende keer. Nee. Nou, en abonneer en doe ook een belletje aan. Dat. Yes, girls! Yes. Bye! Bye bye! See you de volgende keer weer. Doei!